Regentaxi Modeheuvelrug met Anita. Goedendag met mevrouw Hagebeuk. Ik heb een vraagje. Is het inmiddels weer toegestaan dat wij met de scootmobiel met de regentaxi mogen? Nee, helaas is dat nog niet mogelijk, mevrouw. Deze scootmobielers voelen zich flink gedupeerd. Verder dan het station komen ze niet, want ze mogen geen gebruik maken van het zorgvervoer. Ja, we mogen niet mee, omdat hun zeggen dat ze onze scootmobiel moeten aanraken. Nou, dat hoeft helemaal niet. Want ze kunnen gewoon in principe zeggen van nou, rij er maar in. We kunnen hem zo instellen dat we heel langzaam rijden. Dus ik snap het probleem niet, want ik zie echt geen verschil tussen een elektrische rolstoel en een scootmobiel. Ze zijn net zo zwaar en net zo groot. Rolstoelers mogen wel mee, omdat de chauffeur de rolstoel niet aan zou hoeven te raken. Voor scootmobielers is het gebruik van de regiotaxi belangrijk bij medische afspraken. Ik moet om de 3 maanden naar het ziekenhuis, in Zeist voor een ruggenprik. Ja, omdat er geen regiotaxi meer brengen. Het is, ja, hoe moet ik dan in Zeist komen? De regiotaxi zegt in een reactie dat de verscherpte maatregelen in samenspraak zijn gegaan met het personeel en de vakbonden. Omdat het belangrijk is dat de chauffeur van het busje geen risico loopt. Ja, en die maatregelen blijven nog even gelden. Ik vind het onzin. Ik voel me eigenlijk best wel gediscrimineerd nu. Kijk, mensen met een scooter moeten toch ook overheen kunnen met een taxi. Dat is gewoon belachelijk. Ja, ik ben daar echt boos om.